Hoe is het nou om op deze manier te stemmen? Ja, heel bijzonder. Corona-periode, op deze wijze stemmen, op een veilige manier. Echt heel fantastisch. Ik kwam daar aanrijden bij de poort. Ik werd goed ontvangen door de meneer en geïnstrueerd dat ik de borden moest volgen. Halverwege het proces netjes mijn kiezerspas afgegeven. Mijn legitimatiebewijs wat geldig was afgegeven. En vervolgens kreeg ik te horen dat ik verder moest rijden. Ik kreeg een rood potloodje wat ik inderdaad ook mag bewaren. Dus ook weer de veiligheid. Het stembiljet kreeg ik. En ik kon in een ruimte waar niemand mij kon zien in ieder geval mijn stem uitbrengen. Dus als we kijken naar het stemgeheim is dat in ieder geval gewaarborgd. En wat zijn de reacties van de mensen in de omgeving? Ja, even als we kijken. Het is nu wat rustig, maar vanmorgen was het wat drukker op deze locatie. Is het een schot in de roos, want daar komen redelijk wat mensen hier op deze locatie hun stem uitbrengen. Dus ja, dan kijk ik even trots ook naar de organisatie. Het is echt een hele mooie omgeving om veilig te gaan stemmen. En denkt u dat dit misschien in de toekomst nog herhaald kan worden? Nou, laten we eerst met elkaar proberen af te spreken dat corona een vervelende situatie is. En laten we hopen dat corona zo snel mogelijk verbannen is en dat we veilig met elkaar weer naar het normaal terug kunnen. Ja, en als het schot in de roos is, kunnen we dat volgend jaar ook doen. Maar ik moet ook even heel goed melden dat het niet alleen voor de auto's is, maar het is natuurlijk ook voor fietsers toegankelijk. Dus ook mensen die niet over een auto beschikken en vanmiddag gaat het zonnetje wat schijnen, kom naar deze locatie, want u kunt ook op uw fiets de stem uitbrengen.